Een hele goede avond. Ik heb vandaag niet gevlogd, want we hebben eigenlijk alleen maar gezwommen en gegeten. En ik dacht van ja, ik kan wel elke dag gaan vloggen, maar ik denk niet dat jullie daarop zitten te wachten. En Nessim zei van ja, open je vlog dan gewoon straks na het eten. Want ik had eigenlijk, ja, ik was eigenlijk niet echt van plan om vandaag nog te vloggen. Maar hij zei nou, open het gewoon na het eten. En dan kunnen we gewoon in de avond gewoon vloggen. Dus bij deze. Ik heb echt een heel schattig, ik weet niet of jullie het zo kunnen zien, zo'n schattig outfitje aan van de Zara. Het topje is van de Zara en het is een kort witte broekje van de Zara. Als jullie deze vlog zien, dan heb ik waarschijnlijk al een outfitfoto geplaatst en dan zie je hoe het er ongeveer uitziet. Deze spiegel is echt handig. Dit is dus mijn outfitje, topje van de Zara. Ik heb hier nog een topje onder, zo'n bandeau topje is dat. En die heb ik van Boohoo, dat komt super handig voor onder je outfits. En een kort broekje, ook van de Zara, super fijne stof. Dit is mijn outfit voor vandaag. En ik heb ook oorbelletjes van de Zara. Ik ben gewoon echt compleet in Zara. Vandaag ook even gekeken naar wat voor excursies wij willen doen hier. Wij gaan sowieso donderdag, het is vandaag dinsdag, donderdag gaan we op Jeep Safari. En niet eigenlijk omdat we met Jeep Safari wouden meegaan, maar er is dus een plekje. Want ik heb laatst op mijn Insta-story gevraagd van waar moeten we echt heen. Er was één plekje die echt heel vaak werd genoemd. En daar kun je dus komen met de Jeep Safari. Je kunt er ook gewoon heen met een busje of met een taxi of wat dan ook. Alleen komt het gewoon veel duurder uit dan dat je gewoon met Jeep Safari meegaat. Dus dat hebben we geboekt voor donderdag. En zondag hebben wij als activiteit. Dat hebben we echt nog nooit gedaan. Ik vind het ook echt eigenlijk niet echt iets voor ons. Wist je dat? Ja. Maar we gaan voor het eerst dus met een jacht mee. En daar kunnen dus 15 personen op of zo. En dan kun je lekker dineren. En dan starten we rond 3 uur. En dan... tot 9 uur of zo. Het blijkt heel. Ja, het blijkt heel gezellig te zijn. Dus dat echt totaal niet iets voor ons. Maar ik hoop dat het leuk is. Wat ik hier ook echt super raar vind, is alle mannen die hier werken, zeg maar. En ze zijn echt, denk ik wel, sowieso 28 plus, 30 plus. Die ga je dus echt allemaal dood op Nessim's tatoeages. Zo. Ik heb echt nog nooit zo gezien dat mensen echt zo erg geilen op een man. Nee, dat is echt... Ja, maar ik vind het echt heel erg raar. Ja, ze bedoelen het waarschijnlijk heel erg normaal. Maar ze zijn echt helemaal onder de indruk van zijn tatoeages. En op een gegeven moment zaten wij dus gewoon bij het zwembad. En we wilden even een hapje doen. En toen zei de medewerker van dat hij een zwaard had of zo. Had foto van gemaakt. Nou, hij kwam helemaal aan waar hij foto van maken. Maar... wat ik raar vond, hij ging je ook aanraken. Donderop, man. Ja, jawel, zijn zwaard is hier en hij ging. Hij, heeft me hij ging zo voelen. Ik hij zag... heeft mij niet aangeraakt. Hij ging voelen. Echt een leugenaar. Ik vind het echt heel raar. Toen gingen we daarna gingen we dus naar het strand toe. En diegene die daar dus werkte, was ook helemaal onder de indruk van zijn tatoeages. Dan hadden ze een hele gesprek over zijn tatoeages. En dat gaat eigenlijk gewoon door zo'n 4 keer op een dag. Heeft Nesim gewoon een gesprek met mannen over zijn geweldige tatoeages. Leuk, hè? Bedankt. Er zijn zeg maar twee tatoeages die, ze, ja, die heel erg opvallen bij de Turken. Het eerste is de leeuw. Dus dan gaan ze ervan uit, gelijk als die hier voor Galatasaray is. Is sowieso die ook. Ben ik ook een niveau. En dan komen ze zo'n praatje daarover maken. En de tweede is een zwaard, want dan denken ze gelijk dat hij een Alawiet is. En deze ook, hoor. Die vogel. En die vogel. Dat vinden ze allemaal heel erg interessant. En meestal ook omdat hij dus Arabische geschrift allemaal heeft. Iedereen zit ook te lezen door. Iedereen kijkt zo naar mij. Wat is dat allemaal? Wat staat er allemaal? Omdat hij allemaal Arabische geschrift heeft, komen dus ook de Arabische Turk op hem af. Want ben je ook Arabisch? Dus ik kwam er dus vandaag achter dat mijn oma heet toch Nusret? Ja. Maar Nusret is zeg maar ook van die Saltbeek. Daar kwam ik dus vandaag achter. Ik heb trouwens gisteren deze snack ontdekt. Oh, dat had ik al laten zien in de vlog. Maar ik heb de helft van deze zak gisteren gewoon gegeten op mijn bed. En het was echt zo erg dat ik gewoon die geur de hele tijd bleef roken. Maar het is wel echt heel lekker. Oh, dit is de schade. Sorry, man. Ik ben nog steeds niet begonnen aan mijn boek. En hier baal ik wel echt van. Ik wil echt morgen beginnen. Nou, dus nemen we deze vandaag mee? Ja, toch? Het is echt een leuke camera. Hij heeft echt een keiharde flits. Dat zou je helemaal niet verwachten van zo'n camera. Ik ben benieuwd naar die beelden. Ja, dus je kunt denk ik in het donker best wel mooie foto's maken. Ik ben dus achtergekomen dat ik helemaal geen kettingen mee heb deze vakantie. Daar baal ik echt van, want ik mis echt hier iets. En het liefst zou ik echt zo'n choker of zo willen hebben. Maar ik heb echt in Turkije echt helemaal niks moois gezien eigenlijk. Maar ja, we gaan zo weer de stad in. Dus misschien vind ik wel leuke sieraden of zo. Lijkt me echt wel leuk. Wat ik trouwens echt heel erg rot vind, is dat je in Antalya dus wel een Sephora hebt. Maar in Alanya niet. En het is dus 1,5 uur rijden naar Antalya toe. Ik baal er echt van. De rest heb ik voor het eerst deze tangle die ze gebruiken. Dat is van de kerstcollectie. En normaal gesproken...
gebruik ik zeg maar de neppe versie hiervan. Gewoon van een kruidvat. Maar deze is echt wel de beste. Ik doe even een setting spray op voor Urban Decay. Want het is zwaar nodig hier. Ik heb deze vakantie deze parfum mee. Heb je mijn t-shirt laten zien? Swipe up, link in bio. Oh, ik ga hier helemaal aan het rand staan. Oh, dat vind ik zo eng. Ik ben vandaag met een dolmoes voor de verandering. Volgens mij, is dit hem? Nee toch? Dat is echt spotgoedkoop. De taxi betaal je heen en weer €75 naar Alanya. Het centrum, want wij zijn echt ver van Alanya. En met de dolmoes betaal je iets van €2, zeiden ze. Ja. Dus dat gaan we gewoon vandaag doen. Dan kunnen we lekker shoppen van de rest. We kunnen weer een goede outfit voor Nessim scoren. Niet, woehoe! Nee, nou jongens, wij zitten nu in de Domus. Bijna doodervaring. Deze bussen gaan al rijden voordat de deuren sluiten gewoon. Ik vlog er bijna uit. En deze heb je scheid aan je. Dus dat ja. Maar het is best wel relaxed eigenlijk. Het is geen gek busje of zo. Nee, toch? Ja, jongens. Ik denk dat we geluk hebben dat er weinig mensen zijn. Ja, anders moet je staan. Oké, wij gaan nu een foto maken in een dolmen, zoals herinnering. Met dit ding. Nee. Wel met fris doen, hè? Tuurlijk wel. Ik hoop niet dat iedere mens gaat schrikken. Waarvan? Ja. 1, 2. Oei, joh, die fris is zo hard. Ga maar aan mij. Proost. Uit te proberen. Super lekker. Ik heb die rooi net gehad. Dat is dus granaatappel. Er zitten allemaal nootjes in. Dat is echt heerlijk. Ik heb dus twee met granaatappel gekocht. En ik heb ook deze met granaatappel gekocht. Deze dozen zijn letterlijk €1 per stuk. Dat is echt spotgoedkoop. Jongens, wij gaan random een scooter huren. Want Nessie wil naar Galatasaray Store. En die is best wel ver vanaf hier. Random met de scooter. Volgens mij ben ik ook echt verkeerd gereden, man, ik zweer het. Ben je serieus? Ik heb geen idee. Hey, kijk, dit is een Fenner Store. Ja. Maar daar moeten we niet zijn. Nee. Dat lijkt me. Oh, wacht, hier. Zie je hem al? Nee, daar is het stoplicht. Nou jongens, we zijn er. Scooter is geparkeerd. Pas op, Nes. Waar komen we vandaan? Oh my god. Galatasaray Store is gewoon daar. We hebben het gehaald. Zo, ik dacht bijna dat het dicht was. Zo. Nou, Nessim is geslaagd, jongens. Laat je zakken zien. En we zijn weer terug bij onze scooter. Woehoe, wat een avontuur, zeg Nes. Leuk, hè? Joehoe. Hoe leuk. Ja, deze auto is echt cool. Ja. Zo, wij zitten hier lekker bij een cafeetje. Dus Nesim gaat een shisha bestellen. Ga je shisha bestellen of niet? En ik heb lekker een Turkse koffie. Ik heb er echt zin in. Kijk dan, wat een schatje. Hallo. Het is een jongetje, maar hij is heel klein. Hi. Hij vindt het leuk, kijk. Hallo. Je vindt het niet leuk om aan te raken? Nee. Katten zijn hele schone dieren. Ik heb dus een Turkse koffie besteld. Zo. Gaat goed, hè? Maar we gaan zo lekker naar Mado, want hij vindt het tentje een beetje gaar. Deze muziek is ook echt gaar. Muziek. Wat is het dan? De planning. Wat gaan wij doen, hè? Meadow. Maddo. Even vrienden. Eén en vrienden. Ga je een toetje nemen of niet eerlijk? Eerlijk, wat voor toetje? Ik weet niet, je moet het goed kijken. Niet hetzelfde als gisteren. Ik denk... Gisteren? Hadden we gisteren nog een toetje hier genomen? Wat was het echt gisteren? Gisteren waren we bij Bazaar. Eergisteren. Ja. Een bananenspet had ik toen genomen. Mensen vonden het gay trouwens op Instagram. Wat? Die dingen, Emin van de kapperzak, hij zei, je had van banaan, hè? Ja. We zijn nu bij Waikiki. En ik wil nog even kijken of ik misschien van die korte broeken zie ik al scoren. Want ik heb echt gewoon heel veel kleding mee die niet zo fijn is, heb ik gemerkt. Oh, dat is echt heel erg leuk. Ja. We zijn best wel geslaagd bij Waikiki. Ik heb zo'n lekker los broekje, want dat mis ik echt. Ik heb allemaal van die strakke broekjes. Nessim heeft een heel leuk blouseje. Ik vind het echt leuk. Oh ja? Ja, met jouw nieuwe stilo, hè? Ja. En ik heb zo'n jurkje. Ja, wat is het? Een kantenjurkje of zo? Voor over mijn bikini heen, want ik heb nog een witte bikini mee. En dat leek me echt heel erg leuk. Nou. Weet je nog vroeger, onze ouders hadden gewoon zo'n kleedje op de televisie. Ja, toch? En we hebben
hebben het gevonden. Onze favoriete plek in Turkije. Dus dit is gewoon een hemel voor alle toetjesliefhebbers. Ze hebben letterlijk alles. Echt alles. Oh my god. Dus dit is mijn toetje. Ik heb een soort van baklava met veel nootjes en ijs. En Nesim heeft echt iets raars besteld. Dit is halwa of zo. Met ijs erin. Oha. En deze man gaat nu een foto van ons maken. Voor onze collectie. Ik ga stuk. Man lachte net onze camera gewoon. Hij vond het wel leuk hoor. Ja? Ik vond het leuk. Kijk naar het heerlijke plakijs. Love it. En we hebben er nog één hoor. Mario Fitke. Dit is echt dik, net zoals Dinar. Dit is echt dik hè? Ja. Yeah. Staat er aan jou aan, zie je dit? Ja, ik voelde het niet doen. Waarom komt hij onder mijn stoel? Hi. Hi. Oké, elke keer als ik helemaal los ga met eten, heb ik daarna echt ontzettend veel buikpijn, maar het was het waard. Maar ik moet denk ik echt gaan kappen, ik heb gewoon echt last van mijn buik. Ik ben net gerend naar de wc, te veel details, maar I am dying. Zo. Ik heb ook gehad, denk ik. Zo zit je mooi op. Ik denk dat we straks gewoon in slaap gaan vallen. Oh, kijk eens aan mij. Dat wil je ook niet zien. Ja. Wat wil je zeggen? Ik denk dat we straks gewoon gelijk in slaap gaan vallen. Ik hoopte dus dat de sportschool nog op was, maar ik denk het niet. Pas of liggen wij in een tunnel, joh. Ik weet niet waar wij in de lobby zitten. Dat wil je nog een tientje. Je bent echt zo'n late night chiller hier, hè? En ze zeggen dat ik oud ben geworden. Ja, omdat ze geen nieuwe dingen wil proberen. Nee, niet als nieuwe in... dingen. Niet nieuwe dingen. Geen nieuwe dingen proberen. Nee. Nessie is altijd van, hij zoekt altijd het gevaar op. En ik denk van, ja, het hoeft gewoon niet. Oké, maar heb jij niet in Mamers ook kwad gereden? Het was gekwad, toch? Wel, man. Mijn ouders hadden een jeep en wij hadden een kwad. Ja, maar toen waren we jongen. Ja. Hallo. Het hoeft toch niet? Hè? Ja, ik weet niet. Ik vind het leuk. Oké. Okay. Wij zijn weer in onze kamer. Ik heb net heerlijk gedoucht. Nessie is nu aan het douchen en daarna gaan we slapen. Dus ik ga je bij de vlog ook gelijk afsluiten. Ik hoop dat je het een beetje een leuke vlog vindt en ik zie je morgen weer.